In het Vlaardings Archeologisch Depot is Kini Esser op zoek naar kattenbotten. Esser is archeoloog gespecialiseerd in hoe de mens de ontwikkeling van dieren beïnvloedt. In het kader van een Europees onderzoek, begonnen in Italië, onderzoekt zij de botten die in 1959 zijn opgegraven aan de Arikoplaan in Vlaardingen-West. Zo wordt de evolutie van de wilde kat naar de huiskat zoals we die nu kennen onderzocht. We willen kijken welke kattenondersoort het is. Je hebt de kat, de wilde kat, de Felis silvestris, maar daar zijn verschillende ondersoorten van. De ondersoort die in Egypte leeft is weer net iets anders dan de ondersoort die hier is, of dus de ondersoort die in Afrika leeft. En we willen precies kijken hoe de ontwikkeling van de huisarkat, van welke ondersoort dat nou precies plaatsvindt en of je ook mengingen ziet tussen die ondersoorten en of de het ontwikkeling van de huiskat nou uit één plaats komt. Hè. Komt het uit de nabije oosten waarop er op dit moment wel aangedacht worden. Maar kan het ook uit Egypte komen? Of hebben we misschien zelfs hier in de Romeinse tijd al zijn we begonnen met de ontwikkeling van de huiskat. De archeoloog is al op meerdere plekken in het land geweest en heeft dus al een hoop botjes gezien. Daar is ze niet alleen meer te weten gekomen over de ontwikkeling van het dier, maar ook over waar de dieren zich bevonden, zoals op schepen. Katten waren namelijk toen al een goede ongediertebestrijding. En door katten die op schepen leefden beter te onderzoeken, zou je dus ook meer te weten kunnen komen over de vaarroutes van toen. En door dan te kijken hoe de route is van de kat aan de hand van DNA-ontwikkeling, dan kun je ook zien dat bepaalde vaarroutes of contacten zijn geweest waarvan je dat eigenlijk nog helemaal niet wist. Nee. Dus het kan zijn dat je denkt dat de handel allemaal via de nabije Oost-Egypte, Egypte en dan over het land van Europa liep, maar aan de hand van de kat kom je er misschien ook achter dat er ontwikkelingen waren met handelsroutes die van Egypte naar Noord-Afrika gingen en van Noord-Afrika via Italië dan naar boven. Dus er is een hoop nog te onderzoeken. Ja, het is altijd weer verrassend wat het voortbrengt, zulke soort onderzoeken.